Hallo kijkers van de Online Garage, dit is een flex brush. Iedereen kent het wel, de roest bij de Mazda MX-5. De doorpols die gaan na een tijdje roesten en dat komt omdat daar water in blijft hangen. Dat water dat komt uit de softtop, zit een gootje, daar komt alles in, verzamelt naar één punt, loopt door een slangetje naar beneden en dat slangetje raakt verstopt. Dat slangetje zit bij mij ook verstopt, mijn doorpols zijn bij mij allebei wel gerepareerd en zijn helemaal vers. Dus ik heb geen roest, maar ik heb wel verstopte slangetjes. En daar kun je een trombonereiniger voor gebruiken. Dit is de trombonereiniger. Het is gewoon eigenlijk een soort metalen ding dat je kan buigen, een soort veer. En aan de uiteindes heeft hij een borsteltje. En die ga ik dus gebruiken. Het heeft de afgelopen dagen best wat geregend. En als het veel regent, dan vind ik het fijn om zo'n doekje eroverheen te doen. Want dan komt er iets minder water naar binnen. En zoals ik al zei, dat er iets minder water naar beneden komt. Want je ziet, het is nog steeds nat. Want dit is natuurlijk niet helemaal waterdicht. Want dan ventileert het ook niet meer. En dan is het ook weer slecht. En mijn softtop is wel in slechte staat. Ik wil binnenkort wel weer een nieuwe. Maar ik ga even laten zien wat ik bedoel met het slangetje. Dat zit hier zo. Al het water wat eigenlijk regent, dat komt hier terecht. Dat kun je ook wel begrijpen. Want het glijdt naar beneden en dan komt het dit randje tegen. En dan hier beneden zit een regenrail. Die alles opvangt en dat brengt het water naar dit punt. En ook aan de andere kant naar dat punt. En hier zit dus een gat, een soort trechtertje. En dan hier zo loopt het slangetje naar beneden. En die komt daar zo uit. En dat is ook een van de redenen dat het hier vaak gaat roesten bij de MX-5. Zo, met het dak open, zou die hier moeten zitten. En dat zit dus eigenlijk daar, waar je die blaadjes ook al ziet. Daar zit het ergens. En dan hier aan de onderkant kom je hem hier tegen. Daar zit hij. En het doel is nu om de trombonereiniger van boven naar beneden er doorheen te steken. Dat is belangrijk, want er zit hier ergens een klep die alleen maar die kant open kan, zodat er niks vanaf daar naar daar komt. Als je van beneden naar boven kan en je duwt hem door, dan kan je die klep kapot maken. En dan heb je meer geluid in de cabine. Ik ben aan de passagierszijde begonnen, want daar heb ik geen kuipstoel, dus iets makkelijker. En ik heb even door het water gevoeld en zoals je ziet, ik heb het gat tegengekomen. Want daar zit al deze smurrie in. En ik ga even een poging doen om het hier te laten zien. Maar het wordt denk ik heel lastig. Nou, daar gaan we. Hier is de passagiersstoel. Hier ga je naar achter. En dan ga je hier omheen. Kijk je hier naar beneden. Ergens. Hier moet je zijn. Je ziet bij mij ligt er een plasje. Ik kan hier echt niet bij mijn telefoon bij. Maar ergens hier zit een gat. Niet op film, maar ik stak de trombonereiniger hier naar binnen. En ik hoorde hier echt alsof iemand begon te pissen. En je ziet het ook wel. Er kwam allemaal water naar beneden zetten in één keer. Dus dat is super positief. Dat betekent dat ik er gewoon nu al door heb geprikt. Dus ik ga nog eventjes door. Een beetje heen en weer. En dan als het goed is, dan is het straks helemaal goed. Oké, dit gaat lekker. Mijn hand zit onder. En de trombonereiniger, die is echt helemaal vies. Ik weet niet wat voor smurrie het is. Maar dat komt er dus uit. En daar ben ik heel blij mee. Want dat wil ik niet in mijn doorpol hebben. Helaas heb ik niet nog iemand die vandaag met mij kan filmen. Maar ik haal er echt steeds meer uit. En hoe ik het doe, is ik zit eigenlijk zo op mijn stoel. Dus schuin. En wat ik doe, is ik doe mijn arm hier omheen. En dan kan ik er zo bij. Dan kan ik zo in het, bij het gat. En dan haal ik al die zooi eruit. En dat kan ik ook doen met de trombonereiniger in mijn hand. En zo kom ik eigenlijk bij dit, al deze zooi. En dit is echt nog maar de eerste 5 centimeter waarmee ik bezig ben. Dus ik ga nog even door. En steeds dieper naar beneden met de trombonereiniger. Het klepje ga ik voorzichtig mee zijn. Maar ik wil hem er ook nog een keer volledig doorheen steken. Ik ben zover gekomen. Hij staat nu hier helemaal naar beneden. Er doorheen. En hij komt hier op de grond er weer uit. En met een hele hoop vieze zwarte zooi. Op het doekje ook nog wat zooi. En ja, nou moet je hem dus niet omhoog eruit trekken, want dan sloop je het klepje. Nou moet ik hem vanaf hier terugnemen, zo. En hij gaat nu lekker makkelijk doorheen, want hij wordt natuurlijk steeds schoner. En daar is hij weer. En dit uiteinde is nu eigenlijk bijna schoon. Omdat hij nu ja, aan deze kant gewoon helemaal schoon is. Ideaal is ook om je dak ongeveer zo te zetten. Als je hem helemaal dicht hebt, dan heb je weinig hoofdruimte en kan je er lastig bij. Dit is voor mij het best.
En ja, ik wil deze uitleg eigenlijk zo volledig mogelijk maken. Want ik wil echt dat iedereen dit gaat doen. Want dit gaat waarschijnlijk een hele hoop dorpels redden van mensen. En ook zorgen dat hier geen plasje water blijft staan. Ja, ik denk dat iedereen dit gewoon een keertje moet proberen. Zo'n ding kost niet veel. En het scheelt je heel veel als je dorpels gewoon goed werken. Ik heb de bonreiniger aan deze kant een beetje ingestoken. En ik wil jullie graag laten zien wat er allemaal uitkomt als ik hem doorprik. Dus ik zet mijn camera hier even neer als dat lukt en dan kunnen jullie dat ook zien. Zo, dat was dat. Aan deze kant kwam er minder water uit. Deze was denk ik ietsjes minder erg. Maar hier lag ook geen plasje water, dus waarschijnlijk was deze iets minder erg. Maar er zat wel een flinke brok in die vast zat. En ja, je handen worden er dus echt niet schoner op. En ik weet ook echt niet wat voor vieze shit eruit komt. Maar dat is eigenlijk alles wat gewoon uit bomen valt, hierin terecht komt, daarin terecht komt en naar beneden komt. Dit zijn eigenlijk de grootste brokken die er aan deze kant uitkwamen. En ja, ik snap wel dat dit dat verslangetje helemaal verstoppen. Er zit echt allemaal vieze shit in. Shoutout naar deze mevrouw, die stond hier net geparkeerd en die zei dat het een mooie auto was en dat ik eigenlijk wat andere velgen eronder moet zetten. Daar ben ik het wel mee eens. Ik wou even demonstreren dat het echt werkt. Even mijn dak dicht zo. En dan heb ik een flesje water en die ga ik hier in de regengoot gooien. Ik gooi het dus nu hier in de regengoot en dan kan je naar beneden gaan. En daar komt het er allemaal uit. Hier gaat het erin, hierboven, en daaronder komt het er weer uit. En dat werkte eerst dus niet. Ik ga deze kant ook nog even testen. Gooi het water er hierin. En dan komt het er daaruit. Het loopt helemaal hier doorheen, door het slangetje wat ik dus zojuist heb schoongemaakt. En komt er daar weer uit. Ik denk dat dit doorspoelen ook nog wel even goed is. Dus dat doe ik ook nog een paar keer. Mocht ik jullie nou met deze video geholpen hebben, doe dan alsjeblieft een like en abonneer op mijn YouTube kanaal voor meer van dit 500 euro MX5 project. Heb ik ooit voor 500 euro gekocht. Inmiddels flink veel roestreparaties aangedaan. En ja, nou zijn we hier. En dan zeg ik tot de volgende video. Dag.